Welkom bij een nieuwe Train Simulator 2015 natuurlijk. En vandaag gaan wij een rondje in Engeland rijden. En even kijken, volgens mij moeten we de passagiers nog in laten stappen. En Dimmy is er ook bij. Hallo Dimmy. Hallo. Hoe is het ermee? Ja, goed. Ja, nou we gaan... Ik heb oliebollen gegeten gisteren. Oh, heerlijk. En ik dacht toch nog even om in die stemming te komen. We gaan toch nog eens eventjes een rondje in de sneeuw rijden. En dat gaan we vandaag doen. Voorbij. Wat zeg je? De kerst is al een week voorbij, maar het is gelukkig nog winter, dus het kan allemaal. Inderdaad, we gaan vandaag een lekker rondje in Engeland rijden. En ik zie dat wij mogen starten. Zo, daar gaan we dan. Zo, en ja, ik weet niet, heb jij nog goede voornemens, Dimmy, voor 2015? Ja, ik heb niet echt voornemens gedaan, want ik hou me er toch nooit aan, dus laat maar zitten. Nee, het is altijd zo aan het begin van ja, goede voornemens en dan uiteindelijk heb je het er eigenlijk niet meer over. Dus, ja, dat precies. Doe er een jaartje niet aan. Volgend jaar maar weer. Ik heb wel goede voornemens. Ik ga nog eens even flink lijnen. Dat doe ik altijd na de dingen. Dan val ik ongeveer, ja, zeg maar 8 tot 10 kilo even af. En dan kan ik gewoon de rest van het jaar weer tegenaan. Dus echt, dat is altijd, ik ken bijvoorbeeld mijn oom, ja, dat zit gewoon in de familie. 1 keer per jaar lijnen. Mijn oom doet dat altijd met carnaval. Na de carnaval gaat hij altijd vasten, zegt hij dan. En dan gaat hij, dan gaat hij lijnen en, ik doe dat altijd in januari. Even na de feestdagen. Weet je wat dan het voordeel is? Dan heb je nog meer mensen, dan ben je niet de enige. Dus ja. Nee, anders is het ook zo raar hè, als je als enige gaat afvallen. En ik kan je één ding, ja inderdaad, ik kan je één ding vertellen. Ga nooit lijnen in de zomer. Dat is zo naar, om maar even zo te zeggen. Dan heb je lekker barbecue en daar heb je lekkere barbecue. En dan ga je eens een terrasje doen en ja, afijn. Goed, we zijn op het eerste station gearriveerd. Ik heb wel één goede voornemen, dat ik wat meer de heg ga knippen. Meer de heggen knippen? Ja, inderdaad. Hoezo dan? Ja, die groeit de laatste tijd zoveel aan. Oh, ja. Dat per jaar. Misschien omdat de lente ook aan zit te komen, ik zou het niet weten. Wil jij dat wel eens de heg knippen? Nee, ik mag dat nooit doen. Hé. Hey. Nou ja, oh, ik rijd langs het station, nee! Misschien, ik denk, Nou, begint al lekker. Kan je zeggen, dat begint al lekker. We gaan even een stukje achteruit. Misschien omdat ik die Nederlandse... Ja, even achterstukje achteruit. Als er een trein aankomt. Dan heeft hij pech, hè? Ja, zit je er volop. Zo. Hoppakee. Ja, ik las pas nog bij het nieuws, een paar weken terug. Dat iets over een trein die bij Hilversum ontspoord was, een Nederlandse. Ja. Hey, de deuren gaan niet open, zie ik. Was iets met de wissels verkeerd? Mhm. Was er een trein ontspoord, ging de ene helft ging rechtdoor en de andere nam de wissel. Oh, inderdaad. Dat heb ik ook een keer op Train Simulator trouwens gehad. Oh. Toen stond ik half op de wissel en ik moest ergens iets arrangeren of zo. En toen ging de ene kant zeg maar rechtdoor en de andere ging eraf. Ja, toen was ik natuurlijk game over, dus ja. Zo, we kunnen weer door. Gelukkig. Hoppakee. Hoppakeetjes. En ik heb een keertje volgens mij... Dan moet ik mijn foto's eens terugkijken. Maar volgens mij heb ik een keer in Engeland over deze lijn meegereden. Dus ik ben in de zomer in Engeland voor het eerst geweest. Want mijn vader zei, daar moet je toch ooit een keertje naartoe zijn geweest. En ik heb er zeker geen spijt van gehad. Ontzettend leuk en ja, toch een apart land. Want we hadden zeg maar voor één dag daar hadden we gratis openbaar vervoer erbij gekregen. Dat was de dag dat we aankwamen. Nou ja, oké. Okay. Wat hadden wij nou gedaan? Wij hadden gewoon, dat stond gewoon allemaal op een papiertje. Nou ja, er zullen wel meer mensen zijn geweest die er komen. Wat hadden wij nou gedaan? We hadden gewoon heel de week, of heel de week dat we daar waren, hadden we gewoon elke keer dat papiertje laten zien. En geen probleem, we konden overal gewoon met het openbaar vervoer. Dus wij hebben eigenlijk gewoon heel de week gratis ermee kunnen rijden. Ideaal. Lekker toch? Ja, en anders
deden we gewoon net of we de domme toeristen waren. Zo, en we zijn... ook met de metro in Londen. Ja, en de tram en alles gehad. En die brug ben ik natuurlijk ook geweest met die twee torens. Een mooie brug hoor. Ja, inderdaad. Maar ik ben wel eens in Praag geweest en had je een metro en die was heel diep. Het was vroeger een schuilkelder voor de Koude Oorlog. Oké. Okay. Oh, wat remt was... deze trein traag zeg. Of het zijn die stations kort, maar iets klopte niet. Ja. En maar in Praag ben ik naar beneden, bij de roltrap, bij de metro. Toen kon je nog geen eens het station zien, zo diep was dat. Oh, dat echt joh? Even wachten, want ik zie dat het... Oh, station stop failed. Oh, nee. Het gaat even helemaal mis. Dit gaat echt even helemaal mis. Ik denk dat het komt door de sneeuw, dat ik even wat voorzichtiger moet rijden ofzo. Ik weet niet hoe het komt, maar... Die Nederlandse treinen, die kunnen altijd zo snel op... Vooral die nieuwe, die kunnen zo snel optrekken en remmen. Maar ja, deze is... Nou ja, ik weet niet. Lijkt wel of ze er een beetje mee achterlopen. Zo, we zullen de zandstrooien maar eens aanzetten. Oh, die Nederlandse treinen hebben alleen maar problemen. Splinter is. Ja, weet je wat mij opvalt? Hé, dit is wel een leuk zicht om dat zo te zien. Ja? Zo. Weet je wat mij opvalt? Die Nederlandse treinen, die... Die nieuwe sprinters, zeg maar, die SLT's. Als er maar een paar dingetjes sneeuw zijn, hebben ze problemen. Maar nieuwere, dus die oude vertrouwde Mat 64, die gele, met zijn hondenkop noemen ze hem ook wel eens. Ja. Storm, regen, het maakt niet uit. Dat ding, dat zie je altijd gewoon doorblaffen. Overal gaat hij er doorheen. En dat vind ik nou gewoon zo apart. Zo'n oude trein, die kan gewoon overal, die blijft maar rijden. En zo'n nieuwe, er zit zoveel technologie in dat het niet meer goed komt. Hey, frek, Engelse bussen hier, joh. Leuk. Wat is dat, hè? Dat zijn ook van die snoepbussen. Ben jij wel eens in Engeland geweest? Nou ja, ik zou er ook dit jaar heen gaan, maar ja, door de omstandigheden hier thuis zijn we er niet heen geweest. Oh, jammer. Waarschijnlijk volgend jaar. Met kerst schijnt het ook echt leuk te zijn. Ja. Maar ja, dus dat zal ook wel heel druk zijn. Denk het ook, ja. Ik wil er toch ooit nog een keer met kerst naartoe, hoor. Zo, bijna weer. Ik weet wel dat ik dit scenario niet ga behalen. Zoveel keer ben ik al langs het station gereden. Maar dit is wel even... Kijk, we zijn Easy Croydon of zo zijn we. Dus het is wel eens even leuk om hier eens even langs te kijken. Wat wij hier allemaal hebben voor... Want ik moet zeggen, Train Simulator, ik vind het echt wel een van mijn favoriete games. Hier heb je de Engelse bussen staan. Wat leuk. Kijk eens eventjes hoe mooi. Ik weet niet of we daar... Je hebt ook in Engeland een heel groot reuzenrad. Daar ben ik dan ook geweest. Leuk hoor. Maar dit station ben ik denk ik niet... Ben je ook in geweest? Ja, toevallig wel ja. Weet je over welke ik het heb of niet? Ja, de London E. Ja, volgens mij heet hij wel zo, ja. Ja, of anders heet hij, weet ik veel, zoiets heet hij. Heel groot reuzenrad. Klopt, ja. Nou, we kunnen weer onze rit vervolgen. De rit gaat, ik hoop niet dat je meerijdt natuurlijk. En als je meerijdt, ja, dan ziet het er zo uit. Heel erg gezellig. Het schijnt ook dat je in Engeland heel veel van die Primark winkels hebt. Oh, dan moet je in Nederland nooit naartoe gaan, weet je? Nee, zo verschrikkelijk. Dan heb je allemaal van die hysterische, gillende vrouwen die... Nee, maar als je daar kleding koopt, ligt dat zo uit elkaar, hè? Ja, dat ook. Kan je beter... Ik ben altijd iemand, ik betaal liever wat meer dan het goed is. Dan dat het uit elkaar valt. Inderdaad. Hey, maar in Engeland heb je er heel veel, heb ik wel eens gehoord van iemand. Heb je in elk klein dorp zit er wel een Primark. Oké. Ja, klein dorp. In elke kleine stad. Ik vond wel een toepasselijke route dit. Lekker in de sneeuw. Scenario bedoel ik, sorry.
Wel apart dat we aan de andere kant, dat ga je nooit aan wennen. Dat is in Engeland aan de andere kant. Dat is het eerste wat je zegt van, oh ja, je moet niet in plaats van naar rechts, niet mee, je moet eerst naar links kijken. Dat is raar hoor. Ja. Dus als jij oversteekt, dan kijk je eerst rechts, links en dan... Weet je wat ik wel zag? Nee. Toen reed ik met mijn vader op de snelweg in Nederland gewoon. Ja. Ergens bij Rotterdam. Reed er een Engelsman. Die reed alsmaar aan de linkerkant. De linker rijbaan. Ja, niet helemaal links, maar die bleef onnodig links rijden. Dan had hij ook nog eens een laptop op zijn stuur staan. Zat hij te computeren met een laptop op zijn stuur. Ja, dag. Ja, dat meen ik serieus. Dat klinkt echt gewoon, ja. Ja, ik dacht ook echt, what the fuck. Maar die gast, die had een laptop op zijn stuur. Oké. En dan zat die auto te rijden. Nou, lekker dan. Dus ik dacht, wat is dat nou weer? Engelsman, volgens mij weet hij de verkeers... Volgens mij mag dat dan in Engeland met een laptop op je stuur. Ik vond dat zo raar. Ja, inderdaad. Oh, nu zijn onze deuren wel open. Misschien omdat we net voorbij het station gereden waren en dat we nu gewoon een keer netjes staan. Wat erger nog was, had hij nog kinderen achterin zitten en een vrouw naast zich. Lekker dan. Daar ben je lekker mee. Ja. Ik vond dat maar raar. Nou. Zo, eventjes een screenshot gemaakt. Ja, er zijn ook mensen die doen het enige wat die er doen. Er zijn de hele tijd gaan ze filmpjes van treinen gaan ze op internet zetten. Dan denk ik ook van, ja, oké. Okay. Ja, doen wij in principe nou ook, maar... Ja, dat ze filmen in het echt. Ja. In real life. Ja. Ja, ik had wel zo'n kanaal gezien. Ik ga geen namen noemen natuurlijk. Maar dat is iemand die plaatst alleen maar filmpjes van metro's erop. Elke dag een stuk of vier filmpjes. Maar, meen je dat? Had jij toch ook wel eens een keer gezien? Oh, die? Ja, klopt, ja. Ja, maar... Ja. Als je dat leuk vindt, hè. Ja, maar ja, ik weet dan niet hoe oud die mensen zijn. Of ze werk hebben of niet, want ik heb echt geen tijd om elke dag vier filmpjes van metro's erop te zetten. Nee, heb je daar geen tijd voor? Om dat te filmen niet, nee. Steeds op een ander station, nee, daar heb ik geen tijd voor. Of geen ik vind zin. Dit al heel zwaar. Ik kan zeggen. Maar ja, dit vind ik wel leuk, maar dat is dan een beetje levenloos. Nou, misschien vinden hun dat wel leuk, ja, weet jij veel. Maar het lijkt me niet echt dat het volwassen mensen zijn die dat doen, hoor. Lijkt me, ja, ik weet het niet. Lijkt me meer dat het een beetje, ja... Kleine kinderen of zo zijn. Ja, ik vind het op zich wel leuk om naar te kijken. Dat, Stiekem weer wel, hè? Ja, het is wel leuk om naar te kijken. Nou, met het film, ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje levenloos. Nou, ik ga weer langs het station rijden. Nee, niet dat ik al die filmen eraf kijk, hoor. Rijden we dan. Het is wel leuk om op het kanaal te kijken. Ik heb er ook. Het is op zich wel, ja... Rijden we dan wel, hoppakee, weer een station vergeten. Ik heb ook een greenscreen gekocht. Daar gaan we misschien binnenkort nog in de komende video's mee werken. Moeten we maar eens even kijken. Ja, inderdaad. Want ik heb nog steeds mijn programma moest verlengd worden. Nou, dus heeft PayPal, betalingsmiddel, heeft mijn ding in pending gezet. Ja, dat het al een keer verteld. Maar ja, dus ja het is nog steeds niet opgelost. Nee, precies. En dat hebben ze dus gewoon bijna een maand in pending gezet. En dat is goed dus dan... Moet het volgende week of zo? Of, ja, of over anderhalve die week? Ja, dan moet het uit penning zijn. We zouden in ieder geval in januari beginnen met cams en dat gaat nog wel lukken, januari. Ja, misschien nog wel iets later in januari, maar... Maar het gaat in ieder geval lukken. We gaan ons doel halen. Precies, anders word ik toch ook wel even pissig. Ja, en het kost een hoop geld, dat programma. Ja, je betaalt in principe per maand en dan zet je gewoon... Volgens mij zo'n 3 of 4 weken zet je gewoon in pending. Ja, dat vind ik gewoon een nice trick. En dan zeg je dat het voordeliger is als je voor een jaar betaalt. Nou, ik vrees dat we weer langs dit station heen. Er zijn ook van die mensen die nemen op met van die gekraakte versies van opnameprogramma's. Ja, dat vind ik een beetje... Dat hoor ik niet, vind ik. Oh, nee. Stop. Ah, nee, hè. Wat een slechte... Ik ben gewoon twee dingen achter elkaar. Ben ik gewoon vergeten
om mensen op te halen. Gewoon omdat die trein zo traag is met rijden. Volgende week, dan... volgende keer dan ga ik met een Nederlandse trein rijden... dan ga ik laten zien dat die sneller start en stopt. Want dit gaat echt... Dit breekt gewoon alles. Dan gaan we wel eens een keer met de SLT rijden of zo. Want dit gaat gewoon echt de verkeerde kant op. Inderdaad. Ik loop gewoon serieus 3 minuten in. Qua tijd. Dus ja, het volgende station. Als ik daar stop, moet ik 3 minuten wachten. Dat is lekker dan. Misschien moet ik iets minder praten en iets meer op de rit concentreren. Lijkt dat jou geen leuke vak, Dimi? Treinmachinist. Nou, ik wou vroeger ook altijd metromachinist worden. Ja? Maar ik weet ook niet. Treinen lijkt me ook op zich wel leuk. Maar ik had vroeger altijd met de metro's. Nou. Ja, die rijden ook heel vaak onder de grond. Dat vind ik wel wat hebben. Ja, dat is wel zo. Ja. Ik heb wel eens zitten overbruggen om treinmachinist te worden. Maar ja, ik kan er niet zo goed tegen, denk ik, als de mensen voor mijn trein springen. Dus ja. Voor je trein springen, dat gebeurt toch bijna nooit? Bijna nooit? Ik heb een keer gehoord dat iedere machinist het wel 1 keer in zijn leven meemaakt. Echt? Ja, dus ja. Dat iemand voor de trein springt? Ja, zeker. Ja, ik hoor er nooit wat over op het nieuws. Nee, omdat het zo vaak gebeurt. Maar hoe vaak hoor je iets over een auto-ongeluk op het nieuws? Ja, klopt. Gebeurt ook dagelijks. Nou, wij wachten hier eventjes tot onze... We moeten hier 3 minuten wachten. Dus we gaan even kijken wat wij hier nog meer allemaal hebben. Oh. We kunnen ook wel eens even gaan kijken wat ons tegemoet... Oh, dit ziet er heel raar uit. Wat ons tegemoet gaat komen. Misschien als we het zo doen, zo... Hé, hey, waar gaan we naartoe als wij hier overheen gaan? Dat vind ik al eens leuk om te zien. Kijk, zo'n route, dat kost altijd wel geld, maar ik vind altijd wel de tijd die ze erin gestoken hebben, dan zeg ik van ja, nou ja, is wel leuk. En volgens mij kan je ook gewoon even kijken hoor, die wissels en zo omzetten. Even kijken wat dat hier ook kan. Blauwe lijn volgen wij. Nee, ik denk het niet. Oh, hier hebben we een heleboel wissels. Misschien kunnen we hier nog wel eens wat experimenteren. Nou, we moeten nog even wachten. Leuk. Vind je trouwens een leuke video? Sorry, maar dit, ja. We zijn geen treinmachinisten. We doen het voor ons lol. Dat blijkt maar weer. Maar vind je het toch leuk? Wil je meer van ons zien? Dan vergeet dan zeker niet te abonneren. Een duimpje omhoog. Een leuke reactie. Daar staan we natuurlijk altijd voor open. En heb je nog iets te commanderen op ons? Ja, doe dat wel. Maar met opbouwende kritiek. Laten we dat zo zeggen. Nou, we gaan nog eens even denk ik door de trein snuffelen. Want dat hebben we nog niet gedaan. Oh, ik heb trouwens ook... Hebben wij koersborden? Ik weet alleen niet meer hoe je dat moet verzetten. Want dat doen wij nooit mee. Volgens mij heeft deze trein niet eens koersborden, joh. Koersborden, hallo? Hallo? Nou, ik denk niet dat deze trein koers... Hé, kijk, we gaan even door de trein. Hallo? Hallo? Oh, wacht even. Dit ziet er wel heel raar uit. Wacht maar, we zijn even... Dit station komt me wel heel bekend voor, hoor. Nou, we gaan eens even kijken. Ik vind alleen die treinen er in Engeland heel erg apart uitzien. Maar misschien vinden ze het misschien bij ons ook wel, maar... Want, kijk, je hebt hier zeg maar de machinist zitten, rechts. Hallo machinist. Die zit ook serieus te wachten. En dan daartussen heb je een soort deur zitten waar je een andere trein aan kan koppelen. Ik weet niet of wij 2 treinen hebben, nee, dacht ik al. Maar dat vind ik er een beetje, ja, ik weet niet, een beetje apart uitzien.
We kunnen inmiddels weer gaan rijden na een paar minuten wachten. Want ja, we hebben natuurlijk vertrektijd. Dus dat betekent dat we nu gewoon weer op tijd rijden. En ik heb Train Simulator ook aangeschaft. Alleen ja, ik dacht misschien kunnen we multiplayer doen een keer. Ja, ik weet niet hoe dat... Nee, dat weet ik dus ook niet. We kunnen ook gewoon een keertje doen. Gewoon dan gaan we allebei dezelfde route rijden. Dan moet jouw computer ook het kunnen opnemen. En dan gaan we... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Dan gaan we gewoon kijken wie het snelst en foutloosst aan de andere kant is. Nou, het snelste is niet zo moeilijk, maar ook nog foutloos. Ja. Ja. Maar als je Train Simulator kijkt voor je rust, dan zit je toch bij ons kanaal wel een beetje verkeerd, denk ik. Dan moet je toch maar naar een ander kanaal. Ik vrees het wel, ja. Want we doen het voor ons lol. En er zijn ook mensen die zijn nog helemaal stil bij hun video's. Gaan ze alles heel serieus doen, dan denk ik van ja, man. Oké, ik snap het wel. Ik heb sowieso dit scenario toch al niet gehaald. Dus ja, ik kan ook net zo goed even toeteren. Want wist je, als je onnodig toetert met je trein... Oh, dat is wat. Dat is een bel, hè? Oh, dit is een toeter. Als je onnodig toetert, dan haal je je scenario niet. Maar als je een paar stations overslaat, ook niet. En op hoeveel minuten zitten we al met opnemen? Met opnemen? Ja, met deze route. Nou, hij duurt een half uur, dus ja. Ja, je zei het duurt een half uur, maar het duurt wel lang, hè? Op zich wel leuk, toch? Ja, we moeten nog 3 stations, dan zijn we er al. Ja hoor. En we zijn weer bij het volgende station. Het wordt opeens wel heel erg donker. 4 uur is het nog maar. Nu hebben we opeens station rechts. En we gaan hem weer skippen. Ah, nee! Noodrem. Noodrem, kan je er zomaar aantrekken dan? Oh nee, ik sta serieus nu stil en dan zegt hij, ja, je bent violet. Nou ja, oké. Ja, dat kan. Maar dan sta je helemaal stil en dan moet je helemaal vanaf nul beginnen. Dus dat is een beetje vervelend. Dit ziet ook wel weer leuk uit allemaal van binnen. Hebben we nog niet eens gekeken? Wat hebben we allemaal wel leuke knopjes hier? Oh, kijk eens hoe mooi. Ik hoor allemaal geluid weer bij jou op de achtergrond. Ja, ik weet ook niet wat dat is. Ik heb allemaal rare dingen binnengehengeld. Rare dingen binnengehengeld. Binnengehengeld. Ik ben even aan het vissen, klopt. Zo, nou. We hebben weer bij een... we zijn weer bij een station. Ah, deze gaan we wel halen. Ik ben nog wel een beetje moe van oud en nieuw. Ja? Maar ja, ik heb altijd zoiets van, ja... Ik heb tot 6 uur opgezeten toen. 6 uur? Ochtends dan, hè? Ja. Nachtje doorgehaald. Even een nachtje doorhalen. Lekker. Ja, en ben ik nog naar Scheveningen geweest gisteren. De vuurwerkshow, of wat was dat te doen? Nee, gewoon kijken naar de nieuwjaarsduik. Oh, ja. Maar ja, dat is altijd gekke 10 uur uit. Dus ik kwam 9 uur, 7:30 mijn nest uit. Half 9 uur mijn nest uit. Dus ja, dan ben je inderdaad moe. Ik heb amper geslapen, dus... Kun je net zo goed doorgaan bijna, joh. Ja, inderdaad wakker blijven. Maar ja, ik moet wel... Ik vind wel, als ik helemaal niet slaap, dan ben ik helemaal gesloopt. Als ik dan 3 uurtjes nog slaap, dan valt het nog wel mee, die schade. Ja, precies. Ja, echt een hele nacht niet slapen, dat is zwaar, hoor. In principe, als je niet zou slapen... Dan, dat zou je wel heel veel,
Heel veel. Als je dat zou kunnen omzetten in Game Channel, dan hadden we gewoon 24/7 iedere uur een nieuwe video. Inderdaad. Ja, ik heb wel eens gelezen dat nooit is bewezen waarom een mens slaap nodig heeft, maar je hebt het wel nodig. Ja, precies. Leuk is een toeter. Goh, we gaan eens even kijken wat we... Oh, wat mooi, wat mooi, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Oh, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Klinkt een beetje als Ernie. Wat mooi, wat mooi, wat mooi. Ik geloof dat dit zomaar eens heel leuk gaat staan zometeen voor de trein die aankomt. Zo. Dat die zo onder de viaduct doorrijdt. Zo, zo. Ietsjes hoger nog. Zo. Nou, dat duurt alweer heel lang voordat we mensen aan het opwachten, of dat we met de trein aan het opwachten zijn. En ik moet zeggen, die sneeuw, ja. Oh ja, zo ziet hij er wel iets realistischer uit. Maar, ja. Als die valt, dan is het gewoon echt of er van die witte dingen vallen. Een beetje onrealistisch. Misschien als je de game dingen wat hoger zet, dat hij hem wel doet. Maar ja, apart. We zijn inmiddels bij het ene laatste station. En we mogen weer. Wat leuk hè, dat je die trein zo op afstand kan besturen. En dan komt hij zo meteen aan. Gechased, gekart, gecrossed. Ik weet alleen niet of ik al aan de goede kant sta. Komt hij daar nou aan of niet? Oh, daar komt hij al, daar komt hij al. Kijk eens even met de lampen knipperen. Hoppakee. Oh! Er gaat een toeter af dat ik moet remmen. Dus dan doen we dat maar weer even netjes. En dan zijn wij gelijk aangekomen bij het eindstation alweer, Dimmy. Schiet op, hè? Ja, echt snel zo'n half uur. Het valt me wel op dat onze video's steeds langer worden. Ja, nou leuk toch om naar te kijken. Ja, misschien, ik weet niet. Kwaliteit, hè? Ja, A Game Channel. Weet je wat mij nou als leuk lijkt? Om gewoon van één iets, gewoon echt een marathon te doen. Dus 24 uur lang één video Trace Simulator of zo, weet ik veel. Dat lijkt me wel eens leuk om te doen. Een video van 24 uur? Nee, gewoon ieder uur een nieuwe video. Kunnen we een keer doen, toch? Ja. Doe maar een datum voor pakken. Verprikken die datum. Oh, nee, 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 nee. Oh, ik zie het al. Ik moet allemaal over wissels. Zo. Oh. Gaan we toch niet vertellen dat we deze... Zo, nou, we zijn aangekomen. Ik weet wel zeker dat we het niet gehaald hebben. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren. Een duimpje omhoog is natuurlijk altijd welkom. Wil je meer van ons zien? Een duimpje omlaag mag ook. Nou, nee, liever niet natuurlijk. Nou, als je niks vond. Vergeet zeker niet te abonneren. Tot de volgende keer en doei! Doei! Ah, de deuren gaan open. Doei! Doei!